Goeiedag. Het is weer een zomerse dag in een groot deel van het land. Het is droog met zonnige perioden. En hier hebben we een mooi beeld van de IJssel vanuit de lucht bekeken. En het is toch wel heel duidelijk te zien dat het laag water is daar. En dat het ook erg droog is. Nou, die droogte die hebben we al meerdere keren benoemd. Dit is ook zo'n typisch voorbeeld van die droogte. Heel veel bomen verliezen al hun blad. De ene boom wat meer dan de andere. Maar dit is echt bijna een herfstplaatje in Weert. Temperatuur is inmiddels weer opgelopen op veel plaatsen tot zo'n 25 graden. Ook in de Achterhoek, daar is het inmiddels ook weer op station Hupsel 25 graden geworden. Dat betekent dat de hittegolf daar nog steeds voortduurt. Inmiddels is het al de 15e dag. Het record, de langste hittegolf regionaal, is overigens 29 dagen, ook in deze regio. Nou, zover is het nog niet, maar er gaan nog wel een aantal dagen bij komen. Dat kunt u straks mooi zien in de verwachting, want voorlopig blijft het in die omgeving boven 25 graden. Nou, vanmiddag dus een vrij zomerse middag met zon- en wolkenvelden. En dan pakken we de verwachting eventjes op dinsdagochtend. En dan zien we ook wat wolkenvelden boven het land. En verder ook wat buienactiviteit boven de Noordzee. En misschien dat er een enkel buitje morgenochtend in het westen van het land gaat vallen. Dinsdagochtend kan dat gebeuren. In de middag gewoon weer zomerse temperaturen met flinke zonnige perioden. En het wordt zelfs bijna tropisch in het oosten, want de temperatuur kan gaan oplopen naar zo'n 28 tot 29 graden in het oosten. Hier kunnen we dat heel mooi zien. De wind waait uit zuidelijke richtingen, zo'n beetje tussen zuidoost en zuidwest. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. En zoals gezegd, in heel het land dan die zomerse temperaturen, waarbij het warmste zal zijn in het oosten van het land. Dan gaan we even een sprongetje maken. We pakken de weerkaart erbij vanaf zo'n beetje woensdag, donderdag. Dat zijn dagen dat het tropisch gaat worden in delen van het land. Maar hier ziet u het gebeuren. Vrijdag, dan gaat er wel een storing passeren zoals het er nu uitziet. Dan komt er weer verkoeling met een aantal buien. En in het weekeinde zal het dan niet meer zo heel warm zijn. Maar ook dan ziet het er wel weer prima uit. Hoewel de kans op een bui wel aanwezig blijft. We pakken even de kaarten erbij. Woensdag, ik gaf het al aan, regionaal tropische temperaturen in het binnenland kunnen we wel zeggen. 30 tot 31 graden, maar ook in het westen hoge temperaturen, 27 tot 29 graden. En er is veel zon. Dat geldt ook voor de donderdag. Dat wordt ook zo'n zeer warme dag. Maar de wind gaat langzaam maar zeker wel draaien naar het noorden. En dan krijgen we vrijdag die overgang met die buien die dan van west naar oost over het land kunnen trekken. En in het weekeinde, dan ziet het er weer droog uit met maxima grofweg tussen 23 en 27 graden. Nog een fijne dag.